Morgen is de oudejaarstrekking. Doet u mee? Ja. Jazeker. Dit jaar wel, ja. Gelooft u erin? Nee. Ja, als je die ene bent, dan is dat natuurlijk heerlijk. Dat sprankje hoop, dat blijft altijd. Ja, nou ja, geld maakt niet alles, maar het is wel makkelijk. Tegen beter weer erin blijf ik meespelen, want het zal toch maar een keer gebeuren. Vorig jaar werden er ongeveer 7 miljoen loten verkocht. En dit jaar gaat het ongeveer even hard als vorig jaar, dus we verwachten weer ongeveer zo'n aantal. Dat betekent dat je die hoofdprijs van 30 miljoen, dat is wel het grootste bedrag wat je volgens mij in het hele jaar in Nederland in de Nederlandse loterij kunt winnen. Daar heb je dus een kans van 1 op 7 miljoen op. Ja, dat is wel een heel klein kansje hoor. De kans dat je door de bliksem wordt getroffen is groter. 1 op de zoveel duizend miljoen geloof ik. Ik weet niet precies. 1 op de 7 miljoen, ja. Zie je, zelfs dat. Speelt er dan nog wat van de gezonde spanning? Nee, die spanning is al jaren verdwenen. Je hebt ook nog de postcode loterij, die heeft ook zijn grootste prijs rond oud en nieuw. De kans dat je daar de hoofdprijs wint, dat heb ik even nagevraagd, is ongeveer 1 op de 250.000. Nou, dat is alweer beter dan 1 op de 7 miljoen, maar nog steeds wel echt heel erg klein. Als hij morgen valt, de jackpot op uw nummer? Ja. Wat gaat u dan doen? Oh jee, daar heb ik dan nooit bij stilgestaan. Het is wel eens af en toe dagdromen en dan heb ik wel van die wilde dingen. Maar ik zou in ieder geval aan mijn kinderen wat geven. Ik stop wel direct met werken. Gewoon genieten. Genieten. Meer genieten. Ik probeer er niet aan te denken en dan denk ik s'avonds, oh ja, ik zal eens even kijken of er wat opgevallen is. Maar dat zal denk ik niet. Maar... En wat is genieten? Wat is genieten, ja. Dat zeg je goed. Gewoon leuke dingen gaan doen gewoon met je gezin. Als je het gewoon leuk vindt om af en toe een gokje te wagen en een beetje te dagdromen van wat je zou doen als je gaat winnen, ja, dan is het natuurlijk wel de moeite waard. Ik heb zelf alles. Ja, dat heb je als je erin gaat verdiepen voor je werk. Dan krijg je toch een soort fear of missing out. Straks valt de prijs wel op mijn postcode en ben ik dan die sukkel die geen lot heeft gekocht. Dus ik heb een oudejaarslot, ik heb een postcode loterijlot en ik heb decemberkalenders.